We moeten een parachute pakken. Oké, we gaan een noodlanding uitvoeren. Parachute. Oh my god. Ik heb helemaal geen parachute. Daar ben ik eindelijk weer na 3 dagen. Sorry dat ik eventjes niet meer heb geüpload. Het komt omdat ik eventjes met mijn familie wilde chillen tijdens kerst. Dus smash eventjes op die like als jij fijne feestdagen hebt gehad. Vandaag spelen wij weer Roblox Brookhaven. En zoals jullie zien is er overal kerst in de map. Er staat hier een mega kerstboom. Er is kerstmuziek. Het is een hele leuke vibe. Er staat hier rechts ook updates. Merry Christmas en Happy Holidays. Dus vandaag wilde ik eventjes gaan kijken hoe Brookhaven eruit ziet tijdens kerst. Want dat heb ik volgens mij nog nooit gezien. Dus hier gaan we. En oh my god. Ik ben nog steeds mijn buff Sinterklaas in skinny jeans. Dat is niet helemaal de bedoeling. Ik moet eventjes een ander outfit gaan aantrekken. Nee, niet kerstman. Santa. Even kijken. Oh, kijk. We hebben ook gewoon een broek. Insane. Oké, ik moet natuurlijk wel eventjes een iets andere hoed. Hoppa. Oh, wat? Nee, ik heb die emmer nog. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik vind dat we er erg realistisch uitzien. Even kijken. Hoe haal ik dit dan weg? Oh ja, hier. Boom. Oh, en ik heb ook een cape. Heeft de kerstman een cape? Nee, volgens mij niet. Die dog tags mogen ook weg. En deze baard mag weg. Hoppakee. Hier, ik ben gewoon een ultra realistische kerstman. Even kijken, wat gaan wij doen? Ik wil eventjes wat spelers opzoeken. Ja, hier hebben we een speler. Die heeft wel hele mooie kerstzwaarden. Ziet er maar een beetje bedreigend uit. Maar voor de rest heeft hij niet echt een kerstpakje aan. Ik heb echt eventjes een kerst iemand nodig. Oh my god. Wat is dit? Holy moly, wat is dit voor enge meetup hier? Yo, ik wil er ook bij. Ik heb eventjes voor iedereen wat hele mooie cadeautjes meegenomen. Hebben jullie zin in een lolly? Oh, die eet ik nu zelf op. Dat is niet de bedoeling. Ik wil jullie cadeautjes geven, maar ik weet niet hoe. Yo, deze man heeft gewoon ineens een pistool getrokken. Je bent op de kerstman aan het schieten. Ben je helemaal gek geworden? Oké, jij komt mee in de slee. Dat is nieuw, dat werkt. Hier, kom maar mee. Kom maar mee, achterin, nu. You need to go to prison. Ja, goed zo. Nou, daar gaan we. Is dit het politiebureau? Volgens mij wel. Even kijken, waar kunnen we jou stoppen? Cel nummer 2. Oh nee, hier. Goodbye. Oh, wat? Hij is weg. Nee. Huh? Waar is die heen? Ik was druk bezig met typen. Oh, hij is hier. Oh, hij stopt zichzelf in de cel. Ja, dat mag. Meneer, hier komen. Nee, hij rent weg. Nee, nee, nee. Ja, goed zo. Doei. Nou, daar gaan we. Op het bruine paard van de kerstman. Hoppa, daar ga ik. Het ziet er zo lullig uit. Yo, de kerstman heeft geen slee meer. Hij was per ongeluk gecrashed boven Amerika. Toen had hij geen slee meer. En ja, toen had hij maar een paard aangeschaft. Even kijken. Waar kunnen wij wonen? Kunnen we hier wonen? Oh nee, dit is jouw huis. Oh, hier. Kijk. Deze is vacant. Wat zal ik doen? To change house, you must wait 10 minutes. Oh my god. Yo, dit is streng. Oké, we moeten dus wel echt eventjes een goede keuze maken. Hebben wij een typisch kerstmanhuis? Ja, die vond ik wel kerst eigenlijk. Of woont de kerstman in een kasteel? Nee, de kerstman woont gewoon in een normaal huis, maar dan rood. Even kijken, ziet het er een beetje goed uit? Please, ik hoop het. Hij heet ook gewoon Santa's Workshop. Dit is echt het huis van de kerstman. Hier, met die cadeautjes hier. Veel mensen denken ook dat de kerstman op de Noordpool woont. Maar nee, de kerstman woont gewoon letterlijk in een normale straat. Hij woont gewoon in een normaal huis. Ik zie alleen geen elfen trouwens. Hallo? Oh, is dit een cover-up? Dat zou heel goed kunnen. De echte workshop, die zit wel op de Noordpool. Maar dit is een neppe workshop. En dan komen mensen dus niet naar de Noordpool. En dan staan ze daar dus niet voor de deur, weet ik veel, te wachten op een handtekening of zo. Ik denk dat dat het is. Dat is de lore. Even kijken, hoe is dit huis? Ja, het ziet er best wel prima uit. Het is wel raar ingericht. Met die rare kamers en dit is ook zo schuin. Ja, misschien is dat mooi, misschien is dat creatief. Ik heb echt geen idee. Ja, de bovenkant vind ik een beetje moi of zo. Het is gewoon een normaal huis, maar dit vind ik echt leuk. Hier, we hebben zo'n oude jukebox, zeg maar. En wat is dit? Oh, dit is de garage. Alleen staat er geen dikke auto. Wacht, dat moet even veranderen. Deze. Dit vind ik wel een goede auto voor de kerstman. Oh, ik kan hem niet hier spannen. Verdorie, oké, wacht, we moeten heel eventjes naar buiten toe. Oh ja, doe maar alsof je het niet ziet. Doe maar alsof je het niet ziet. Deurtje open doen. Oh, check dit, wat een flex. Wat een flex. Wom, wom. Oi, oi, oi. Dit is sappig. Hier, cadeautjes voor mezelf, een kerstboom. Hier is mijn workshop. Wash hands. Oh, je moet natuurlijk wel eventjes de handen wassen voordat we het speelgoed gaan maken. Oh, zijn dit koekjes? Oh, wat leuk. En hier is een vriezer met melk en
ledematen. Het is nu nog overdag, maar ik vind dat het wel eens tijd wordt om eventjes wat cadeautjes te geven. Of wat cadeautjes onder de boom te leggen. Dus daarom stel ik voor dat wij nu alvast gaan beginnen om 7 uur 's ochtends. Wij hebben hier het huis van Jozik Den. En wij gaan eventjes inbreken. Kunnen we via dat schoorsteen? Oh, volgens mij heeft hij geen schoorsteen. Ik denk dat we dan over moeten op plan B. Here's Johnny! Boom! Boom! Ja, ik heb ook een rode bel trouwens. Ja, dit is de officiële kerstman merchandise. Oké, dat is plan B. Dan gaan we nu over op plan C. En dat is een slaapzak. Dat zul je niet denken, maar zo kan je in huizen glitchen. Even kijken, die plaats je zo. Niet zo. Oh, ik ben niet zo goed in Brookhaven. Het spijt me. Oh, moeten we dan hier inbreken? Oh my god, ik viel bijna. Ik heb echt geen idee. Even kijken, moet ik dan... Moet ik zo? Oh, hij ligt altijd zo. En dan kan ik zo... Ja, 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 ik ben binnen. Let's go. Oh my god, hij heeft een dikke iMac hier staan. Die nemen we eventjes mee. En dan zetten we eventjes iets van gelijke waarde onder de boom. Dat gaan we niet doen. Even kijken, hier, cadeautjes. Boom, 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 boom. Je mag hem gewoon een extra zak. Hoppakee, in ruil voor je iMac. En er zit alleen maar kolen in. Even kijken, mooie slaapkamer. Wat zit hier in het kastje? Oh, juwelen. Nice, lekker bezig. Mooie achtertuin hier. Oh my god, wat is dit? Is dit een lift? Oh my god, deze dude heeft gewoon een lift in zijn huis. En dit is echt een heel raar bed. Met hoeveel mensen slaap je dan niet in het huis? Holy moly, er zijn veel... Wat? Waarom zijn er zoveel slaapkamers? Oké, dat is echt heel raar. Wat? Deze man heeft letterlijk een basketbalveld in zijn kelder. En hoorde ik hem nou? Ik dacht dat ik hem hoorde. Mevrouw? Je hebt niks gezien. Dat ging bijna fout. Crap, we moeten ontsnappen. Oké, go in het bed. Ja, goed zo. Oké, rennen, rennen. Ja, dit is niet mijn huis. En dat weet zij niet. Oké, rennen. Zieke escape. We hebben nu wel iemand die het gezien heeft. We hebben nu een getuige. Dus, Oh, crap. Ze rent achter me aan. Nee. Crap, ik moet de auto inspannen. Ik moet de auto inspannen. Go, mijn auto. Rijden. Snel, weg, 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 weg. We hebben wel weer een lesje geleerd. Je moet niet blijven rondhangen in andermans huis. De kans dat je gepakt wordt is dan een stuk groter. Even kijken. Oh, wat? Er wordt een nieuw huis gebouwd. Oké, we kunnen daar meteen eventjes naar binnen gaan om eventjes wat leuke cadeautjes te geven. Oh my god. Waarom zijn mensen zo rijk in Brookhaven, joh? Mevrouw, mag ik even binnenkomen? Ding dong. Oh my god, wat is dit voor garen... Je hebt de kerstman doodgemaakt. Eigenlijk wil ik even een rendier worden, maar... Wat? Dat is echt niet wat ik voor ogen had. Nou, dit is mijn rendier cosplay met Rudolf. Op me... Nou, ik ben Rudolf. En dan hebben we... Ik weet niet meer hoe al die rendieren heten. Maar we hebben ook nog 3 andere rendieren. Nou, we hebben volgens mij iedereen gehad in Brookhaven. Dus ik denk dat we eventjes naar het vliegveld gaan. En dan gaan we eventjes vliegen naar een andere stad. Zodat we daar pakketjes kunnen geven. Pakketjes onder de boom kunnen leggen. Even kijken. Oh, security. Oh, ik heb... ik moet mijn bagage geven. Er zitten inderdaad wel wat eigenaardige dingen in. Maar ja, dat heb ik niet gevraagd. Hè. Daar kan ik niks aan doen. Ik geef gewoon de cadeautjes die mensen willen hebben. Nou, ik geloof dat het goed is. Even kijken. Oh, huh? Hebben ze nou mijn cadeautjes gestolen? Nou, we kunnen door volgens mij. Even kijken. No weapons. No weapons. Let's go. Oké, waar gaan we heen? We kunnen Russia, Ohio, Brazil, Hawaii, Austria en nog een keer Hawaii. We gaan wel eventjes lekker naar Rusland toe, want dat is de bovenste. Hallo? Oh my god. Heb ik first class geboekt? Of is dit omdat ik Rudolf ben? Oh, wat lief. Oh, en hier kunnen we tv kijken. Most Wanted Live. Wat? Joh, wat gebeurt er ook? Zijn we echt in de lucht? Mijn camera bewoog net een beetje raar. De wc. Oh my god, dit is luxe, joh. Dit is luxe. Ook allemaal die decoratie hier. Oh, we kunnen ook gewoon naar de cockpit toe. Yo, dit is sick. Autopilot. Oké, emergency. Dat had ik niet moeten doen. Sorry, het was een grapje, oké? Het was een prank. Nee, het was een prank. Sorry. Er is geen emergency. Er is geen emergency. Oh my god. We moeten een parachute pakken. Oké, we gaan een noodlanding uitvoeren. Parachute. Oh my god. Ik heb helemaal geen parachute. Oh jawel, ik heb wel een parachute. Oké, ik weet niet hoe ik daaraan kom. Nice. Maar waar crasht het vliegtuig nu? Ik hoop niet dat hij crasht. Op het huis van de kerstman. Snel. We moeten naar het huis van de kerstman. Ik zweer als dat vliegtuig daarop is geland. Waar woonde ik? Hier. Oh ja, kijk. Oh, hij staat er nog. Gelukkig. Oh my god.
Rudolf schrok al. Arme Rudolf. Dit waren de avonturen van de Kerstman en van Rudolf de Red-Nosed Reindeer. Smash eventjes op die like als jullie meer Brookhaven willen zien. Ik wens jullie een fijne jaarwisseling voor als dit de laatste video is die jullie gaan kijken van mij dit jaar. Zou ik wel erg sip vinden. Maar voor nu zie ik jullie bij de volgende video. Later!